Welkom bij een nieuwe vlog van Preppen en Survival met Marcel. Vandaag ga ik jullie laten zien de Colt 1911 Railgun. Het is een 6 mm plastic BB voor het airsoften. Hij is vol metaal, een echte blowback en werkt op CO2. Ik heb hem gisteren even getest. En ja, ik moet zeggen, het is een heel fijn apparaat. Hij schiet rond de 3,44 volgens de doos. Ik heb er dan 25 grams bibis in gedaan en dan zit hij er net rond de 305, wat ik hem gisteren getest heb. Hier geeft hij wel aan dat hij 20 grams bibis moet hebben, maar dat heb ik niet gedaan. Het gewicht is net geen kilo, 976 gram. Hij kan ongeveer 50 meter schieten. Nou, dat klopt redelijk wel. Dat ik denk van oké, ik heb hem gisteren geprobeerd op een 30 meter ongeveer. En dat schoot best leuk. Wat zit er in de doos? Ik ga eens even kijken wat er in de doos zit. Nou, ik heb hem natuurlijk even eruit gehaald, maar ik had de doos nog. Ik denk, ik zal het even laten zien hoe die geleverd wordt, zeg maar. Hij wordt standaard werd deze geleverd toen ik hem gekocht heb. Deze heb ik in België gekocht. Werd hij geleverd met 2 magazijnen. Dat is op zich ook wel handig. 2 magazijnen. En een sleuteltje. Wat ook wel handig is natuurlijk. Het sleuteltje heb je natuurlijk weer nodig. Om je CO2. Er gaat 12 gram CO2 in. Die kun je gewoon eigenlijk overal bij elke wapenhandel, airsoft, winkel. Wat dan ook. Kun je die eigenlijk wel halen. Werken als trein die dingen. Dus tot. Oké. Nou, het pistool. Als je hem vergelijkt met een echt pistool, dan ja, is die bijna niet van echt te onderscheiden. Het magazijntje komt er makkelijk uit. Ja, ook gewoon via het normale knopje. Ja, kijk, druk op het knopje. En dan lopen we gewoon netjes uit. Echt heel mooi dat het zo super werkt. Open blijft hij staan door middel van het knopje. Aan de zijkant. Dat is ook wel handig. Dus ik kan hem altijd vanuit vuurwapen gezien. Ik kan hem open wegleggen. Of open opbergen, zeg maar. Gisteren op de skirms zag ik wel dat mensen ook gewoon met het wapen gewoon zo rondlopen. Nou, je ziet, hij is nog steeds getrokken. Dus als er een magazijn in zit, is het klik, bam, weg. Ja. Ik houd hem liever open. Dan weet je zeker dat dit open is, hè? Het is wat safer, zeg maar. Dat is mijn idee. Iedereen heeft het voor zichzelf natuurlijk. Maar dat is even mijn idee. Er zit een safety op. Dus als ik hem hoppakee. De safety werkt alleen als hij zo. Even kijken weer. Ja, safety werkt alleen als het aangespannen is. Dus je kan hem niet. Nu op safe zetten, dat hij per ongeluk ergens blijft hangen, vind ik op zich wel jammer. Hij had voor mij eerst al op safe gemogen en in plaats van zo. Maar oké, dat geeft niet. Het is niet anders. Verder is het, hoe die schoongemaakt moet worden. Ik hoef hem nog niet schoon te maken. Ja, je kan hem, ik kan een stukje laten zien, hij kan deels open. Oké. Je kunt hem een stukje uit elkaar halen. Dan zie je hier. Zie je een palletje zitten. Die druk je in. Dus doe je vinger even opzetten. Tot aan de andere kant. Zie je hier een inkepingje zitten. Nou, als ik nou even aan deze kant kijk zo. Even kijken hoe ik de camera zo'n beetje goed heb. Zie je dan niks aan de zijkant. Als ik nu de slede naar achteren breng. Hoppakee. Dan voel ik hem een beetje drukken. En dan druk ik op dat palletje met deze vinger. En dan zie je dat er wat uit is gekomen. Die haal ik eruit.
Hupsakee. Palletje. Haal ik er even uit. En ik kan de slede er mooi afhalen. Zo heb je al in twee delen. Nou, ik hoef voor de rest nog niks meer te doen, want ik heb hem eigenlijk gisteren uit de doos. Ik heb even net getest en oké, prima. Dus ik hoef nog niks aan te doen om hem verder schoon te maken. Deze kan ik. Hoppakee, die kan er ook uit natuurlijk, maar dat hoeft nou niet. Oké, nou, dan gaat hij er weer op. Palletje erin. En hij is er weer. Nou, helemaal fantastisch. Heel goed natuurlijk. Nou, dan hebben we het magazijntje. Het magazijntje is ook wel erg handig natuurlijk. Om je kogels te kunnen verschieten, of tussen je bibis te kunnen verschieten. Ik heb er hier nog een paar in zitten voor de test. Het enige wat ik niet erg handig vind van dit magazijn. En ja, zet het ergens in de reacties als je zegt van goh, hey joh, daar heb je hele handige maniertjes voor. Maar ik vind het vullen van de bibis is lastiger als bij een echt magazijn. Ik heb dan wel een speedloadertje erbij. Ook wel een super handig, kost eigenlijk geen bal. We hebben ook al bijna elke airsoft winkel die heeft dat een speedloadertje wel. Maar ja, je moet die veer natuurlijk naar achter houden om via deze kant je bibis te vullen. En het gaat allemaal een beetje stroef. En hoppakee. Het is niet echt. Ja, ik vind het niet echt een handige manier. Dus misschien dat er handige manieren zijn, misschien zijn er wel tooltjes voor. Ik heb geen idee. Maar daar kom ik nog wel achter dan. Oké, nou de bibis zit in ieder geval erin. Hij is gewoon netjes gevuld. Zie je. Het magazijntje staat op spanning. Dus ja, het is nu alleen nog een kwestie van CO2-patroontje erin. CO2-patroontje, normaal gesproken. Ik heb het nou even niet bij de hand toevallig. Maar normaal gesproken doe je hier een klein beetje vet op. Hier op het tipje. Zodat het magazijntje aan de binnenkant, hier dat kleine gaatje. Dat magazijntje, dat moet een beetje vet blijven. Zeggen ze. Dat het echt zo is, ja. Ze zeggen dan dat het dat hij kan bevriezen en dan, daardoor gaat hij kapot. Nou oké, kan. In ieder geval, ik doe het hem erin. Er zit een superhandig sleuteltje erbij. Een inbesleuteltje. En zit hieronder. Zie je hem zitten. Ik moet een beetje beter opletten op de camera. Hieronder zie je hem zitten. Dan ga je hem gewoon aandraaien. Totdat je een klein beetje spanning voelt. Zo. Nu voel ik een heel klein beetje druk. En dan hoor je hem zo meteen. Hoor je hem even sissen. Ik zal heel stil zijn en dan zul je hem horen sissen en dan draai je hem eigenlijk gelijk naar de slag door. En dan weet je dat hij goed dicht zit en dat hij ja, goed is. Nou gaat hij er. Hoor hem sissen. En dan gaat hij. Hop. Je hoort het. En klaar is Kees. Even luisteren. Hij lekt niet. Hij lekt absoluut niet. Dus nee, prima. Dus wat gaan we doen? Nou, hij is klaar. Hij is eigenlijk gewoon helemaal schietklaar. We zouden eigenlijk zo kunnen schieten. En dat gaan we ook even proberen. Het magazijntje doen we erin. Ik zal hem eventjes laten zien dat hij. Zo, hoppakee. Nou, het magazijntje erin is. Zo, gewoon klikken. Nou, je ziet, die doet helemaal niks. Zo doet het wel. Komt nog een keer. Even op het deusje leggen.
Komt u nog een keer. Bam. Dan denk je natuurlijk van, waar schiet hij op? En dan staat hier aan een mooie tas. Dus daar kan ik op schieten. Hopsakee. Hij schiet echt geweldig. Hopsakee. Dus, hij doet echt als een treintje dat ding. Nou, ik ga het nu zo meteen ga ik hem wegleggen. Ik wil hem altijd safe wegleggen natuurlijk. Dan haal ik het magazijntje eruit. Weer op het knopje. Een magazijntje eruit. Die leg ik weg. Ik diekok hem. Hoppakee. En ik zet hem met het hendeltje. Als hij vast staat. En is hij mooi open. Dus kan iedereen zien dat hij mooi leeg is. Dat het wapen niet geladen is voor iedereen die hem zou kunnen pakken. Het kan in principe niet, dan is het netjes opgeborgen in een kluis. Dus niemand kan erbij. Maar ja, je weet maar nooit. Hè? Het is altijd veiligheid vooral, zeg maar. Dat is het belangrijkste. Oké. Okay.